Zo, hallo, hallo. We gaan even wat trainen, want binnenkort is er vanuit Ginny Broadband en Onit in samenwerking een nieuw kampioenschap, GT4 kampioenschap, 2,4 uur kampioenschap. Dat is een lange tijd, dus teams, twee personen. En ik ga een paar autootjes testen op Alton Park, waar de eerste race is over een dag of 9 à 10, volgende week vrijdag. Een aantal auto's heeft mijn voorkeur in GT4's, dat is de Alpine. A110 ben ik niet zo goed in, maar rijdt wel heel leuk. Een auto die verschrikkelijk wendbaar is, maar eigenlijk vermogen mist. Dat is eigenlijk het ding. En wat ophangingsdingetjes, waardoor die af en toe echt wel stuiterig is. Tweede, de Ginetta G55. Verschrikkelijk leuke auto om te rijden. Heel veel glijden, heel veel manoeuvreerbaarheid. Maar tegelijkertijd uitzichtwijs wat lastig. Slecht kijk naar achteren en rechterkant rijden. Dus daar moet je ook van houden. Welke wilde ik nog meer doen? De Aston Martin. De Vantage GT4. Leuke auto. Geeft goed vermogen. Stuurt prima. Maar heeft wel een serieus stukje onderstuur te pakken. Kijk hoe ik daarmee omga. En de McLaren 570S. Er zijn nog wat andere GT4's natuurlijk, maar dit zijn de auto's die ik even wil testen om te kijken of ik daar een lekkere feeling mee heb om te zeggen, daar gaan we mee rijden. En voor mijn compaan natuurlijk, Remco Thorn, daar ga ik mee rijden. Die moet het natuurlijk ook oké vinden om te kunnen rijden in die auto's, want die heeft niet zoveel GT4 ervaring, vertelt hij mij. Dus, ik ben al begonnen en ik zit nu op de backstraight bij Alton Park in de Alpine en here we go. Je hoort aan de banden eigenlijk al, deze auto wil gewoon glijderig zijn. Deze auto is heel licht, merk je ook. Zit ook maar een 4-cilinder 1,8 motor achterin, turbootje. Niks vergeleken met het geweld wat je voor de rest in GT4 tegen kan komen. Maar deze auto is zo licht. Dat als je hem door hebt, dat je ermee kan smijten en doen. En dat is dan ook zijn kracht. Deze auto kan in bochten echt het verschil zijn. Wat hij mist op rechte stukken. Accelereren doet hij overigens prima, hè? Het is meer topspeed wat hem gaat nekken. Zoals alle GT4's heeft hij natuurlijk een veel grotere grondweerslag ten opzichte van GT3's. Geen ground effect. Dat betekent dat je ook wat makkelijker over curves heen kan. Deze auto kan dat uiteraard ook. Laat je wel naar uit kijken, hij is licht. Hij is dus al snel wat springeriger. Ik vind het eigenlijk een van de leukste GT4's. En het enige waar ik van baal is dat ik de skills niet heb om sneller te rijden dan ik nu doe. Dat ging even een mooie slide, maar dat kost ik wel meteen 4/10. Ik zie dat mijn achterband ook wel een beetje apex mist. Nog één rondje doen. Wel een snellere tijd. Oh, invalid time. Iets te ver buiten. Kijk, en dat kan dus wel. Je ziet dat hij gaat glijden door mijn fout over de curbstone heen. En dat maakt deze auto zo leuk.
Er zijn eigenlijk maar weinig auto's van de GT4's die ik echt niet trek. De Maserati. Daar kan ik niet mee overweg. Met name door zijn gebrek aan tractiecontrole en ABS. ABS is echt een probleem. Oh, iets te wijd, maar vooruit. Toch een Velotime. En de KTM. De KTM is qua zitpositie en alles heel speciaal. Maar qua weggedrag echt een handful. Waar ik verder niet zo ben is van de Audi, maar dat ben ik in de GT3 ook niet. En van de AMG. En de BMW eigenlijk ook niet zo. Dus daar heb ik zelf al zoiets van, nou weet je, die hoef ik niet te rijden. Als het gaat om plezier, staat deze auto echt hoog op mijn lijst om het kampioenschapje mee te rijden. Maar zoals we waarschijnlijk straks zullen zien, zijn mijn tijden niet dermate goed genoeg dat ik heel competitief mee ben. Is natuurlijk maar de vraag, hè? Want we kunnen ook zeggen, joh, we gaan voor plezier en damn de score. Opposite lock. Ja, dit maakt deze auto zo leuk, man. Volle seconde eraf. 46-9. Nou, 47-0. En de banden mogen even kijken. Min een half voor. Nou, min 1 voor zelfs. En ook min 1 achter. Dat doen we eerst. Die 20 garage. Ja. Dus 21-7. 22-0. 21-1. 21-4. Zo. En dan nog 2 vanaf. Zo. Dat is wel prima. Dan kan ik deze nou meteen een set opslaan. Zo. Dan heb ik een benchmark, zeg maar. Ik had nog geen normale setup hiervoor. Nou, gaan we eens kijken in de replay. Laatste rondje. Hoe ziet dat er dan uit? Ja, het is ook gewoon een mooi autootje om te zien. Het is een klein, nimble, wendbaar bakje. Het maakt hem echt leuk. Alpina 110 is natuurlijk gewoon een normale sportwagen in de normale echte wereld, zullen we zeggen. En je ziet hoe die vering werkt van dit apparaat ten opzichte van een GT3. GT3 is veel vaster. Eén snerpende uitlaat eronder. Iets te wijd hier. Hoog op mijn lijstje. Als het gaat om weggedrag en algehele beleving. Een leuke auto om mee te rijden. Ik kan hier wat meer over de curbstone heen. Hard in de ankers, met een dubbele rechts. Hier vroeg op het gas kunnen. En daar gaat hij. Over de lijn. 47-0. Houd hem vast.
Want. Even kijken. Ons volgende. Even kijken. We hadden dus de Alpine. Dan pakken we nu de Aston. De Audi neem ik niet mee. De BMW en de Camaro is vergeten. Dat is een leuke auto. Zwaar. Blerend geluid. Op een of andere manier doet hij het niet voor me. Ginetta. Leuke auto. Gewoon nog testen. KTM. Ga ik niet doen. Maserati ga ik niet doen. En McLaren ga ik wel doen. AMG ga ik niet doen. Porsche is ook aardig om te rijden. Maar ik vind het motorgeluid nee van de Porsche 718. En dat doet wat. Dus we pakken eerst de Aston. We pakken even mijn eigen verfschemaatje. Nou, laten we deze nemen. Zo. Confirm. Start. We hebben hier al een setup van, dat scheelt weer. Misschien wel een van de mooiere auto's. Of vind ik de Ginetta nog mooier. Of in de GT4 stal. Steenkoude banden, want zo werkt het op de GT4. Geen bandenwarmers. Dus de eerste ronde die we rijden. Is even voorzichtig aan. Wat meteen opvalt aan deze auto is een hele korte eerste versnelling. Eigenlijk gebruik je die niet in de race. Het is echt de streetcar versnellingen. En dat maakt eigenlijk dat je overal een versnelling hoger kan zitten dan je gewend bent. En met de Alpine zat ik hier in z'n 3. Hier ga ik hem in z'n 4 nemen. De versnellingsverhoudingen zijn wel even wennen. Veel gelijk met de McLaren ook. Heeft hetzelfde verhaal met een hele korte eerste versnelling. Deze auto is wel nose heavy, dus je merkt ook wel. Insturen, dat wilde niet graag. Dat zware gewicht op de neus zorgt wel dat hij minder last heeft van enige vorm van curves. Waar de Alpine wat springerig is. Pak deze auto wat makkelijker. Curbs, zo. Ik heb altijd met de Aston goed kunnen rijden. Ik vind het een fijne auto om te rijden. Hij is stabiel. Geen rare fratsen, geen rare gedragingen. Alleen de versnellingsbak is wennen. Eigenlijk wil je nog één keertje terugtikken als je al net een bocht ingaat. Of je houdt hem in z'n 3, eentje hoger. Motorgeluid kan horen, zit hier dezelfde Mercedes motor in als in de GT3 versie, alleen wat derated. Laat zich makkelijk managen in slides. Maar voelt beduidend zwaarder aan dan de Alpine. Ook de beleving van de motorgeluid, want ja, weet je, dat is een stuk zwaarder dan dat snerpende viercilindertje. Het is natuurlijk een proper V8 apparaat. Twin turbo 4,8 liter als ik het goed zeg. Dus op vermogen trekt deze auto de Alpine er makkelijk uit. Maar op wendbaarheid wint de Alpine het van deze auto. Van de Aston. Oh. Kijk, en dit red ik niet. Even overnieuw.
motorgeluid is dan ook echt wel mooi van deze auto. Je hebt het idee dat je altijd lager zit. Netjes. Beter dan daarnet. Een fijne auto die een stabielere sensatie geeft dan de Alpine. 47,6. Wel, de Alpine is 47,0. Wat meer duwen. Meer risico nemen. Je rijdt potentieel 46,8. En dat blijft het ook. Snelle ronde. Replaytje. Ik kan in ieder geval wat meer naar buiten kunnen zitten. Maar mijn algemene indruk van de Aston is dat hij een stuk stabieler is dan de Alpine. Het is gewoon een zware sportauto. De Alpine is een lichtvoetig boksertje. Zou je in boksersstaal, in vechtsportersstaal, want dit is gewoon een heavyweight. Echt een fijne auto om te besturen. Ik vind hem echt een fijne bak, omdat hij eigenlijk geen verrassing heeft. Ik heb hem één keer abused in die laatste set bochten. Omdat ik even met die versnellingsbak zat te spelen en dan zit je iets te hoge toeren, geef je te veel torque op de achterwielen en dan gaat hij om. Als je hem goed behandelt, dan heeft hij eigenlijk geen nare rij-eigenschappen, behalve misschien het onderstuur. Maar ja, goed, daar kan je best op anticiperen. Dus gewoon ietsje eerder insturen.
wat betere trailbreken. Ben ik geen ster in, maar ik kan ermee leven. En daar nog steeds een goede, levensvatbare tijd mee neerzetten. Kijk, gaan we er mooi omheen. En we komen weer start-finish op. Heel mooi. Oké. Okay. Alpine 47-0. Aston 46-8. We gaan naar de Ginetta G55. Hier ben je. Zo. Zullen we nemen. Een paar variantjes. Ah, laat ik deze nemen. Een beetje in stijl van de rest. Hier staat al een 47,6. Dat is niet bepaald snel, hè? Vergeleken met wat we gedaan hebben. Maar we gaan eens kijken wat ik kan. Ja, wat kan je zeggen van de Ginetta? Even vergelijken. Zo een breaks 2. Zo. Ginetta is gewoon een hele mooie sportwagen. Engels merk. Je zou zeggen het is Italiaans. Het is het niet. Het is een Engels merk. De G55 en 56 worden nu gebruikt in GT4 uit mijn hoofd. In de European Challenge. Er is volgens mij ook nog een GT3 versie van. Maar die heb ik nooit zien rijden in dat kampioenschap hier. Ik vind het een hele mooie auto. Ik zal laten zien. Ik vind het een heel stijfvolle mooie auto. Wat hier aan mij opvalt, de spiegel daar vind ik heel raar geplaatst. Weet je, als ik zo achter het stuur zit en ik zit zo, eigenlijk zou ik die spiegel zou ik hier, nou ja, hier verwachten. Bij de schuiding van, dat kan ik ook niet aanwijzen natuurlijk, hangt te veel de cabine in. Dus dat is lastig. Wat ik ook vind van dit verhaal, en dat is een hele killer op snellere circuits. Hij heeft een cap van 245 km per uur. Dus op Monza en op Paul Ricard is het een uitdagend apparaat om een goede tijd in te zetten. Rijgedrag is tof. Het is echt een smijtauto, maar wel pas met harde banden. Met koude banden heeft deze auto in eerste instantie onderstuur. Daarna overstuur. Dat is mijn ervaring. Motorgeluid moet je van houden. Dat is een 3,5 liter V6 motor van Ford. Het is gewoon een proper race engine, zeg maar. En hij zit qua gewicht en lichtvoetigheid een beetje tussen de Alpine en de Aston in. In de zin van dat je dus wel merkt dat hij niet stuiterig is over curbstones. Dat hij wel wat kan hebben. Maar waar de Aston gewoon bump doet, heeft hij deze Ginetta wat meer spring in zich. Aan de rechterkant rijden is natuurlijk even wennen. Hetzelfde met de Bentley in de GT3. Kijk, krijg weer overstuur. Maar wel een leuke auto om te rijden ook. Ik vind hem plezierig om hem rond te gooien. En dat kan ik best wel. Je kan best wel met hem sliden en rondgooien. Heeft een leuke handling karakteristiek. Overstuurmomentje. Dat heeft hij iets meer.
Je zou bijna vergeten dat dit een front-engine auto is, net als de Aston. Want hij heeft beduidend meer overstuurkarakteristiek. Dat maakt dat je een beetje vecht met de auto, wat wel leuk is, zonder dat het je heel veel tijd kost. Maakt het een hele levendige auto om te rijden. Eigenlijk vind ik GT4 een beetje het ondergeschoven kindje van de Assetto Corsa Competizione. Focus zich zo op GT3. Het GT4 pakket is natuurlijk uitgekomen als DLC. En ook nog de British Championship is ook nog DLC in. 46,9. Meteen een nieuw record toch voor deze? Ik had 47,6 staan. Daar gaat je tijd toe. Ja, grote verschillen zullen er niet zijn. Het is meer de vraag waar voel ik me lekker bij. Wel even iets te warm, maar is te doen. Laatste rondje. Kijk, dan zal je hem even stuiteren. Ik had 2/10 winst, maar die is weg. Oh, nou is hij zeker weg. Blijven op 46,9 staan. Iets langzamer, een fractie langzamer dan de Aston. Ik vind het een mooie auto, met name de achterkant vind ik heel mooi. Het is heel esthetisch pleasing. Best een aardig motorgeluidje. En ook gewoon een leuke auto om te rijden.
in de ankers. De kombocht heen. Woep, een momentje overstuur. Die prima te vangen zijn, die momentjes. Soepel over het curbstoontje heen. De meeste gewenning is hier rechts zitten. Weet je, wij Europeaantjes zijn natuurlijk gewend om links te zitten. Rechts zitten is een gewenningsding in de bochten. Net als in de Bentley. Hier ook. Maar een leuke auto ook om te rijden. Dus ik ben er nog niet uit hoor. Maar qua tijden is de Aston dus nog steeds fundamenteel sneller. Goed. Komen we bij de laatste testpersoon van deze... korte sessie om Autumn Park, de eerste race, te testen. Dat is de McLaren. McLaren 570S. Middenmotorauto. Alle andere die we gereden hebben nu zijn... De Alpine is ook middenmotor. Maar dat mag je eigenlijk geen motor noemen, zo klein is hij. Die zit hier ook. 570 staat voor 570 pk. Maar kijk, 1.44.5 heb ik hier ooit al mee gereden. Dus we gaan eens kijken hoe die uit gaat pakken. Want ja, als dat het is en hij rijdt lekker, dan blazen we natuurlijk alles hier weg. Hè? Pak de 40 maar. Deze auto gedraagt zich ook echt als een middenmotor. Hij heeft ook een hele korte eerste versnelling. Bij die gedragen bedoel ik dat hij zich goed instuurt en dat hij een beetje twitchy is. Halverwege de bocht. Heeft wel een van de betere motoren in het veld ook. Goede acceleratie. Zenuwachtig onder koude banden nog, dus dat moeten we even rustig aan doen. Motorgeluid kan beter. Ook hier de eerste versnelling is eigenlijk, behalve in de pitstop, niet bruikbaar. Met een max van 60 km per uur, dus dat is helemaal niks. En is wat... zenuwachtiger over hobbels, wat je ook van een mid-engine mag verwachten. Je ziet het al net. Oh. Wat wel speciaal is in deze auto. Deze auto heeft automatische brake bias. Je kan de bias dus niet aanpassen van de auto. Die brake bias die bepaalt de auto zelf. Het is een elektronische regeling. Wat hem op papier natuurlijk best wel een voordeeltje moet geven. Oh, dat is te ver naar buiten. Wat een auto die zijn eigen brake bias aanpast per bocht. Dat is natuurlijk een voordeel ten opzichte van een coureur die je maar een beetje mee moet spelen. Here we go. Episch gemist. Klein momentje overstuur. Episch gemist. En een klein momentje overstuur. Ik push hem iets te hard. En nu onderstuur. Even herpakken.
Dan zie je dat die auto dus anders gaat reageren als die banden nog in opwarming zitten. Net waren ze steenkoud. Nu zijn ze warm, maar onder druk. Je merkt dus dat hij van overstuurachtig naar onderstuurachtig gaat. En hij is zenuwachtig over hobbels. Laat zich wel controleerbaar sliden. Qua rijgedrag is het eigenlijk nog de moeilijkste auto van de vier. Een fractietje langzamer dan daarnet. Komt hij wel mooi door de bocht heen. Ja, 45,8. Een seconde sneller dan de Aston. En zonder al te hard duwen. Forceren. Hier een beetje tijd nu. Hij stond een halve seconde sneller, dat is nu 3/10 geworden. En nu verkloot ik hem helemaal. Wat me ook opvalt, de voorbanden worden eigenlijk goed warm. Gaan we nog iets vanaf. Het is niet veel. So far. Een volle seconde sneller dan de Aston Martin. Dat is nogal wat. Maar dit is wel een wat meer een handvol om te besturen. Als ik vergelijk met de Alpine die heel controleerbaar maar springerig is. De Aston Martin die gewoon vast en betrouwbaar lekker ligt. De Ginetta die er een beetje tussenin zit.
Ja, dit is gewoon een... De McLaren is echt wat pittiger. Er zit dus meer gevaar voor instabiliteit in. Maar tegelijkertijd die instabiliteit betaalt zich terug met een volle seconde rondetijd sneller. Bij gelijke omstandigheden. 39 graden en droog. Esthetisch vind ik niet alles van deze auto. Wat ik bijvoorbeeld niet zo mooi vind is de achterkant. De wegwerking van de motor en de uitlaten. En de lichten vind ik vind ik niet zo mooi. Dat zenuwachtige boze bijenkorf geluid van de V8 vind ik dan wel weer mooi. Net als bij de 720, de GT3 broer. Ik heb nu niet gekeken naar bandenslijtage. Wat ik ervan kan zeggen is dat ik in de McLaren al een keertje voor elkaar heb gespeeld om een 90 minuten race te rijden op één set banden. Dat gaat met de Ginetta niet lukken, want Ginetta is te glijerig en misschien de Alpine ook wel. De Aston daarentegen is heel goed op banden omdat hij zo stabiel ligt. Dus de Aston rijdt met gemak twee stints van een uur op dezelfde set banden. En dat is natuurlijk ook wat waard in langere races. Anyway, de McLaren. Ja. Dit is een beetje de overweging. Auto's die ik niet in beschouwing neem, zijn dus... Ik ga ze even af. Alpine wel, de Aston Martin. De Audi niet. De Audi vind ik namelijk te instabiel. Ik rij hier niet lekker in. En dat heb ik ook met de GT3 versie. Daarnaast Audi, ik vind hem ook niet per se mooi. Esthetisch. Dus het doet me niks, laat ik zo zeggen. Pardon. BMW, eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Straight line speed van de BMW is echt goed. Er zit een 6-cilinder inline in. Straight speed is dit volgens mij de sterkste auto van de GT3's. GT4, sorry. Maar het trekt me niet. Het doet het niet voor me. Ook niet qua rijgedrag, want dat is ook een... klassieke voorin grote motor auto met alle onderstuur perikelen die erbij horen. De Aston heeft dat het minst, vind ik, van de voor auto's in GT4's. Goed. Het zijn persoonlijke afwegingen. De Chevy is een hele grappige auto. Ik vind hem niet mooi. Ik vind hem bagger lelijk. Maar er zit wel een berg vermogen hierin. 5,5 liter V8 uit mijn hoofd. Dat is echt bizar. Groot, veel power. Leuk in rechte lijnen. Ik kan er nog best aardige tijden mee rijden. Maar het doet me niet voor, doet het niet voor me. De KTM, tenslotte. Dit is een soort spaceship, hè. Kijk, dit al. Want de KTM, de Crossbow, is in principe een auto zonder cockpit. Ze hebben er een cockpit en een monocoque mee gebouwd om aan GT4 specs te kunnen voldoen. Dat maakt dat je zitpositie heel grappig is, want het zit bijna in het midden. En je cockpit spullen. Als ik kijk, kan ik dat zien? Kijk, dit zit vaag. Hier zit je stuur en hier ben je telletje en tel gebeuren. Hier zit je rolkooi omheen. Het is een leuke manier van rijden. Maar deze auto heeft extreem onderstuur bij gas geven. En extreem overstuur bij throttle off. En dat maakt hem verschrikkelijk moeilijk om te rijden. Valt dus voor mij bij de beschouwing. Dan hebben we nog de Maserati Gran Turismo MC GT4. Prachtauto. En ook misschien wel het mooiste geluid dat er in de GT4's te vinden is. Nadeel van dit apparaat. Geen ABS. En dat maakt het een verschrikkelijk moeilijke auto om te rijden. Want in no time doe je een lok op je remmen zetten. Blokkerende wielen enzovoorts. Dat maakt rijden heel moeilijk. Dat maakt bandenmanagement een drama. Eigenlijk rijd ik deze auto nooit. Hij is gewoon te moeilijk voor mij. Komt daar neer. Maar als er ooit een Maserati Cup is, dan doe ik mee. Dat hadden we wel. En wat hadden we nog meer? De AMG. Nou ja, de AMG GT4 versie. Eigenlijk dezelfde karakteristiek als de GT3. Een verschrikkelijk lange motorkap met een verschrikkelijk zware motor erin. Want het is dezelfde als de GT3, ook derated.
maakt hem een pijl in rechte lijnen en acceleratie. En maakt hem verschrikkelijk moeilijk in bocht insturen met name. Dus ik ben er geen fan van. En de Porsche. Van de Porsche kan ik zeggen. Daar heb ik het wel peentjes van gemaakt. Van de Porsche kan ik zeggen. Rijdt echt lekker. Misschien wel de meest gebalanceerde auto van het GT4-veld. Ik vind motorgeluid gewoon niet mooi. En dan houdt het ook meteen een beetje op. Want dat doet ook wel bij me. Dat zijn de GT4's allemaal. En als ik moet kijken naar de tijden. Dan ga ik even vanuit dat het een beetje overeenkomt met wat hier neergezet is. Alton Park, daar is die. Dit is een GT3, dit is een GT3, dit is een GT4. Ik heb hier een 1.44.9 staan. Dat is snel, maar ik heb nu een 1.46.8 gereden. De McLaren 1.44.5 heb ik staan, daar heb ik net een 1.45.8 mee gereden. Dus ik kan nog sneller, maar de McLaren is gewoon een clear winner. De Ginetta 46.9. Onder de 47, maar dat is het. En de Alpine 47.0. De Alpine rijdt eigenlijk het leukst, maar zoals ik eigenlijk in het begin al zei, ik haal er het minste resultaat mee. En dat zit hem gewoon in een stukje ophanging. Hij is vrij stijf, waardoor hij al snel gaat glijden. En als hij gaat glijden, mis je natuurlijk wat grip, mis je wat vermogen. En hij heeft gewoon niet het vermogen om bij te komen. Het is maar een 1.8 liter viercilinder die achterin ligt. Met een turbo. En het is gehomologeerd met de andere GT4's. Maar je merkt gewoon dat je daarmee dus niet meekomt. Hoe leuk de rijervaring ook is. Voor de rest heb ik geen tijden opstaan. Dit was mijn overzichtje. En ik denk dus dat wij voor de McLaren gaan kiezen. Maar zoals ik zei, mijn bijrijder heeft ook een keus. Dus voor hem is deze ook dit filmpje even. En misschien dat hij zelf nog even wat gaat trainen. Dat kan allemaal. Dit was hem voor nu. Dank voor het kijken. Tot de volgende.